mijn kanaal. Vandaag laat ik jullie in een video zien hoe je slagenzeker krullen kunt maken zonder daarvoor een krultang of iets dergelijks te gebruiken. In ieder geval schadelijke styling tools voor je haren. Styling tools worden natuurlijk altijd warm en is heel slecht voor je haar. Dus ik laat het vandaag zien hoe ik dat doe, gewoon door simpel een haarbandje te gebruiken. Ben je benieuwd hoe ik dat ga doen, dan blijf vooral kijken en ik wens jullie veel plezier. Deze plukken die heb ik net nat gemaakt. Dat kun je natuurlijk met een plantenspuit doen of een beetje met water en je handen erdoor. Het moet niet te nat zijn, gewoon een beetje vochtig haar is goed. Dan pak je een haarband. Ik heb hier gewoon een simpele zwarte. En die doe je zo op je hoofd. Zo, als een soort van indianenband. En misschien hier nog heel eventjes her en der trekken. Nou, dan begin je dus met een pluk. En je pakt de hele pluk. En je draait. Draait hem een stukje door. En dan zo. Doe je hem eigenlijk gewoon hier onderdoor. Zo. De pluk die er dan onderuit komt, die draai je ook. En die haal je er dan ook weer door. En zo blijf je dat eigenlijk doordoen totdat de pluk ten einde is. Draaien. Pluk erdoor halen. Zo, nou, deze kant zit. Ga ik het natuurlijk ook aan de andere kant doen. Minuutje gebeurt en het ziet er zo uit aan de achterkant. Het volgende wat je gaat doen is wachten tot de natte haren dus droog zijn en dan kun je het uithalen. Ik heb het 20 minuutjes laten zitten. Dit heb ik ook gedaan omdat ik naast mijn eigen lange haar ook extensions heb waardoor ik heel veel haar heb en dan heeft het gewoon wat langer tijd nodig. Maar het is gewoon afhankelijk van je haar. Dus ik ga het nu loshalen. Je ziet de afdrukken van de haar wat goed in mijn hoofd, maakt ook niet uit. In ieder geval ziet het er dus zo uit en dan, het is bij mij trouwens nog steeds een beetje nat, dus laat het echt goed drogen, want het is beter als het dus droger is. En dan, dat was niet helemaal de bedoeling dat het nog nat is, maar goed, je haalt het dus voorzichtig uit. Een beetje jammer dat ik het eigenlijk nog te kort heb laten zitten en dat het dus nog nat is. Dan heb je niet helemaal het gewenste effect. Maar zoals je ziet geeft het wel degelijk slagen. Je krijgt een beetje een natuurlijke slag. En, of ja, een beetje dat beachwaves effect. En je kunt eventueel ook nog een textuurspray gebruiken. Dat ga ik nu doen. Deze van Tony & Guy die ik jullie volgens mij in de vorige video heb laten zien. En die geeft dan een beetje, kneed je dat erin. En die geeft dan net wat meer stevigheid zodat het ook goed de hele dag blijven zitten. En zo kun je dus zonder hitte en styling tools toch slagen, zeker krullen in je haar maken. Ik vind het jammer dat ik eigenlijk te kort heb gewacht. Ik dacht echt dat het droog was, dus sorry daarvoor. Maar het is ook een hele pak haar. In ieder geval hoop ik dat je het leuk vond, dat je er iets van opgestoken hebt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vindt. En natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doei!